Tandartsenboordje met een kogellagertje en daarmee kan je over de plaat heen rollen. Waar ik rol komen puntjes heel dicht op elkaar. Dan ga ik dat alle kanten op doen. En als ik hier straks de inkt overheen aanbreng, dan wordt het pikzwart, want die inkt gaat tussen al die braampjes zitten. Nou, hier heb ik een plaat die is ook op heel veel plekken al ruw gemaakt. Stel, ik heb een ontwerp. Hiermee met dit polijstijzer en deze schraapzaal doe ik de ruw gemaakte stukjes weer terug. Hoe harder ik duw, hoe witter straks de achtergrond wordt. Alles wat ik eerst ruw gemaakt heb, dat maak ik nou weer glad. Dus je kunt je voorstellen wanneer ik een plaat maak die zo groot is als deze plaat. Dat er ontzettend veel werk is. Want iedere millimeter van deze plaat heb ik handmatig ruw gemaakt, maar ook weer daarna helemaal glad gemaakt. Nou, ik heb die plaat die ik net heb laten zien, die heb ik af. Die is helemaal ruw geweest. Daar heb ik deze vorm uit terug gaan geslepen. En die wil ik gaan afdrukken onder de pers, zodat jij kan zien hoe zo'n afdrukje dat in het werk gaat. Hoe je met z'n tint drukt. En dan heb ik een tweede plaatje bij gemaakt van de onderkleur op. Dit is tarlatan, dat is speciaal gaasdoek. Die wordt gebruikt om de etsen weer af te halen. Kijk, dan kan je heel mooi zien hoe dit tevoorschijn komt. Het afdrukken, dat kost ongeveer 10 minuten werk, dat is het minste. Terwijl het maakproces, dat kost maanden, zoals wel grappig, ik ga snel afdrukken, dat waar ik maanden aan vertoeterde. Het papier wordt nat gemaakt van tevoren, omdat de vezels van het papier dan mooi uit elkaar komen te liggen. En als ik dan straks onder de pers druk, met heel veel druk, dan perst die inkt mooi papier in.